voorzitter en aanwezigen. Fijn dat u aanwezig bent vanochtend om kennis te nemen van de presentatie over gevangenispastoraat. Ik begin met een citaat uit de scriptie, een anekdote. Een ex-gedetineerde, ik zeg ook vaak gevangenen, is in een opvangcentrum aangekomen. Hij is dus altijd ontslagen uit detentie. En in het opvangcentrum raakt hij in gesprek met een vrijwilliger. Ik ben een van de vrijwilligers die bezoeken afleggen. Maar daar kom ik zo op terug. Een citaat uit het gesprek. Ik heb pas in de gevangenis gezeten. Op de celdeur zit aan de binnenkant een kaart met gegevens. Ik moest daar ook invullen bij welk geloof ik hoorde. Ik heb toen ingevuld, kind van God. Maar dat werd door de directie en toezichthouders niet goed bevonden. Het kostte me enige moeite om de directie van de strafinrichting te overtuigen dat dat voldoende was. En wat ik niet heb overgenomen in het citaat is, hij zei ook verder in het gesprek, er zijn veel passanten in mijn leven langs geweest. Ik heb veel kansen in mijn leven gekregen, ik heb ze niet altijd gepakt, maar ik ben ook niet de juiste mensen tegengekomen in mijn leven. Dat is wat die gedetineerde op dat moment zei. En voor u staat nu Will Codrington. Op 17-jarige leeftijd door de zusters diaconessen uit Suriname gehaald naar Nederland om verpleegkunde te studeren. En daar heb ik 40 jaar gewoond in Nederland en teruggekomen in Suriname tussen 2010 en nu. Heb ik gewerkt en ook gestudeerd theorie en praktijk. En op dit moment ben ik hulppredikant voor de EBTS. Tussen 2015 en 2019 bezocht ik 188 gedetineerden in Suriname, Cayenne, Belém en Manaus in Brazilië. En na 2019 heb ik nog maar één keer bezoek kunnen afleggen in Frans-Guyana. En dat is in samenwerking met de Nederlandse ambassade en de reclassering Nederland, met het accent op de Nederlandse gevangenen die in het buitenland vastzitten. Dus dat is in elk geval het kader een beetje duidelijk. Maar er kwam ook een persoonlijke omslag bij mij plaats. Ik kwam eerst als sociaal-maatschappelijk werkster en werken aan de resocialisatie van gedetineerden. Om vervolgens de overstap te maken naar geestelijke verzorging bij EPRAVAS. Wat is EPRAVAS? EPRAVAS is een Grieks woord, staat voor vriendelijkheid. En in dat kader heeft EPRAVAS ervoor gezorgd om de vrijwilligers over de hele wereld bezoek te kunnen afleggen. En daarom sta ik vandaag hier om dit met u te delen. Dus u heeft gezien, ik heb een deel van het levensverhaal van mezelf. En wat de ex-gevangenen vertelde, heb ik gebruikt om de presentatie te openen. En Medina, ik ben blij dat je vandaag wil assisteren. De inhoud van de presentatie loop ik snel door, want ik heb niet zoveel tijd. U zult mij vandaag ook spreken over de punten die u daarop ziet staan, de onderzoeksvraag, de relevantie van het onderzoek en het theoretisch kader van waaruit ik mijn onderzoek heb gedaan. Als je theoloog, als theologie student, pastoraat gedoseerd krijgt, dan kan het niet anders dat je een zoektocht in de Bijbel gaat maken. Wat staat er in de Bijbel over de zorg aan gevangenen? En vervolgens zal ik ook eindigen naar het theoretisch kader met de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen. Ik moet wel nuanceren vanochtend, want de methode van het onderzoek, die zal ik nog even laten zien, staat hier voor. De methode van het onderzoek. Het is een verkennend onderzoek. Sommige mensen noemen het beschrijvend. Ik heb ook nog gelezen dat wat ik gedaan heb een mix is tussen kwalitatief, kwantitatief veldwerk, veldobservatie.
maar ik moet wel nu masseren. En waarom moet ik nu masseren? De EBG bestaat, de Evangelische Broedergemeente Suriname heeft 13 regio's, 44 gemeenten. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn ook onderdeel van de EBGS. En dan hebben we San Laurent du Maroni en Frans Guyana. Dus waarom ik die nuancering wil aanbrengen is, als je 6 enquêtevragen gebruikt, 40 personen laat meedoen aan een onderzoek, 10 aanvullende gesprekken hebt en ook de aanvullende gesprekken die ik met justitiële autoriteiten heb gehad. Het Prison Fellowship in Suriname en de Rooms-Katholieke Bisschop. Dan begrijp je dat je over die 40 en de uitkomsten van dit onderzoek een klein stapje kan maken over wat gevangenispastoraat bij de EDG kan betekenen. Dus vandaar dat de methode van onderzoek, die nuancering wilde ik wel aanbrengen. En dan de relevantie. Waarom is het belangrijk? Is het niet ja, dat kan ik vertellen. Op termijn hoop ik dat er studenten komen in het vervolg die ook pastoraat volgen of praktische theologie, dat ze het kunnen uitbouwen. Dus wat ik gedaan heb is een klein stapje, ik heb wat laten zien. En dat we kunnen samenwerken met andere interkerkelijke organisaties, dat is ook heel erg belangrijk. Nodig de vraag, onderzoeksvraag. Dat is een worsteling van bijna 1,5 jaar geweest. Want je moet precies weten wat je vraagt en waarom. Onderzoeksvraag, vraagstelling. Is het wenselijk, dat staat ook op de voorkant van mijn onderzoek, is het wenselijk dat de Evangelische Broedergemeente in Suriname in het kader van de geestelijke zorg een rol vervult bij de uitvoering van gevangenispastoraat? Dat is de onderzoeksvraagstelling. En wat heb ik gedaan? Ik ben natuurlijk ook het theoretisch kader gaan zoeken. Want je kan die vraagstelling wel stellen, maar waar valt die vraagstelling onder? Dus ik heb een sheet gemaakt over het leerdoel van pastoraat, deze. Ik moet vanochtend in staat zijn om u, aanwezigen, als student te laten zien wat ik gedaan heb met die verkenning. Dus in staat te zijn om pastorale zorg te onderzoeken. En ik heb gebruik gemaakt van het syllabus van Broeder Kent. En het syllabus heet pastorale theologie, pastorale psychologie. En dat heb ik gecombineerd met praktische theologie. Dus ik kom straks op die definities terug. Maar u zult ook zien dat aan het eind mijn vertrekpunt is het levensverhaal. Zo ben ik ook begonnen met mijn eigen verhaal. Waar kom ik vandaan, wat heb ik gedaan? En ik ben getraind door ECRAVAS hier in Suriname, maar ook in Nederland, met de term naast de theorie die je opzoekt, waar past het levensverhaal erin? En bij het leerdoel, volgens mij is het nog een vervolg leerdoel, maar dat is op dit moment kan ik aanvullen met dat te zeggen dat broeder S.C. Samuel presentietheorie heeft gedoseerd hier. En ik wil die presentietheorie niet buiten laten. Want je moet aanwezig zijn, je moet bij de mens aanwezig zijn. Dat is wat ik wil zeggen over het leerdoel. Dan de begripsbepaling pastoraat. Het begrip pastoraat heb ik gebruikt in de term geestelijke verzorging. Meestal door een pastor, een predikant of een dominee, maar ook door een pastorale medewerker die in de gemeente actief is. En ik heb daaronder gezet, pastorale zorg is ook wel, wordt ook wel herderlijke zorg of zielzorg genoemd. En bij de Rooms-Katholieken hebben ze me verteld dat het ook een almozenier kan zijn. Hoeft niet per se. Een priester die belast is met pastoraat. Dat is wat ik over die begripsbepaling tot nu toe wil zeggen. Ik kom straks ook weer terug. Maar ik vond het belangrijk om te laten zien wat de theorie mij over dit thema heeft gebracht. Vervolgens heb ik gekeken naar het levensverhaal. Als ik zeg dat ik het in mijn verhaal meeneem, dan moet ik ook kijken wat is
belangrijk als het gaat om levensverhaal. Maar ik loop even door, want aan die alle gaat, ga ik projecteren om te gebruiken, zodat ik tijd kan sparen. En er is een sheet over theoretisch kader bij de definitie van pastoraat. Die ga ik wel behandelen. En dan kan ik vertellen. Het aanbieden van geestelijke zorg, geestelijke hulpverlening genoemd, is eigenlijk een vorm van kerkelijke presentie, zo wordt het genoemd. En wat ook heel erg goed is voor mij, toen ik ook de begrippen bestudeerde, is dat pastoraat een kerkelijke activiteit is waarin het verhaal van God centraal staat. En het begrip wordt vaak ook medemenselijkheid genoemd, want je staat naast die andere en je loopt een stuk met die andere mee. Dus het theoretisch kader heb ik bij de drie vakken die ik net heb genoemd, pastoraat, praktische theologie, presentietheorie, heb ik gebruikt zodat de rol van de pastor een helder is. De pastor helpt en hij geeft door zijn nabijheid aandacht. Dan praktische theologie. Dus, heel mooi om te zien dat praktische theologie ook een toepassingswetenschap is. Daarom heb ik het ook gebruikt. En waarom? Die predikant of die pastor die zich bezighoudt met praktische theologie, ik heb het niet op sheet hoor, ik moet het vertellen. Die gaat kijken wat is er aan de hand. Want we verzuimen vaak om bij het bezoek of bij een uitvoering van het pastoraat na te gaan, wat is er aan de hand, waarom is dit aan de hand? Wat zou er aan de hand zijn? En hoe kunnen we reageren? Dus op die manier heb ik die praktische theologie opgezocht. En in mijn scriptie heb ik genoemd, dat ik heb gelezen, daar is de theoloog een grensganger, een grensarbeider. Want je beweegt dus allerlei verschillende polen. Je komt in zo'n gevangeniscel. Ik kan me de eerste keer nog herinneren dat iemand voor me zat die iemand had vermoord. En wat denk je met je vooroordelen dat je hebt? Dat je iemand voor je gaat hebben die verschrikkelijk is. Een keurige manier, netjes in het pak, keurig spreken, goed opgevoed. En dat die praktische theologie, die grensganger, die moet op dat moment even kijken van oké, wacht even. Ik geloof dat ik op dit moment in mijn pastorale begeleiding me moet aansluiten bij de belevingswereld van die persoon die tegenover me zit. Zo moet je die praktische theologie zitten zien. En Van der Ven, dat is ook een boek wat ik gelezen heb, die zegt het is handelen in dienst van het evangelie. Dus ik kon niet anders om die praktische theologie mee te nemen. Oké. Nog iets heel kort over het levensverhaal. Het is een methode waarbij je de mensen kan laten vertellen hoe zijn leven eruit ziet. Maar u hebt gezien toen ik mijn presentatie opende, heb ik maar een kleine fase uit mijn eigen levensverhaal verteld. En als je mensen begeleidt in de gevangenis, heb je vaak ook met een fase te maken van dat ze iets hebben gedaan. Ik wil zeggen uitgesproken, nee. Iets hebben gedaan, daarvoor zijn gestraft. En wanneer je daar komt, als pastorale begeleiding, dan krijg je dat weer. Het moment dat je teruggaat, waar ben je op school geweest, wie zijn je ouders, welke school heb je bezocht, dan komt het levensverhaal in beeld en dan kan je als pastor daarop aansluiten. Oké, ik ga nu iets vertellen over wat ik in de Bijbel heb gedaan. Dat is kort. En volgens mij hebben we dat wel op sheet. Want ik kan niet afstuderen en ik ben niet door de tekst in de Bijbel geweest als het gaat om pastoraal. Dus ik heb pastoraal handelen gezocht, opgezocht in de Bijbel. En Johannes 21, vers 7. In mijn scriptie heb ik gezien dat het niet duidelijk is. Het is niet vers 1. Het is niet Johannes 22, Johannes 21, vers 17. Jezus zegt tegen Simon Petrus: heb je me lief? Ja, Heer. En de nieuwe Bijbelvertaling. Zorg dan goed voor mijn volk, zoals herder voor zijn schapen zorgt. In de Bijbel, in de gewone taal, staat het ook op een andere manier. En Markus 2, vers 17.
Ik ben niet voor goede mensen gekomen, maar ben gekomen om aan slechte mensen het goede nieuws te vertellen. En dan heb ik die andere teksten die ik niet met u delen, maar die mogen we even door. De hele apostelen, dus eigenlijk handelingen, en de hele zendingsreis van Paulus. Ik kan u dat zeker aanbevelen. Handelingen 13 tot en met 29, dus al die hoofdstukken, gaan allemaal over de zendingsreis van Paulus en zijn ervaringen in de gevangenis. En één belangrijke heb ik aangestipt. Gedenk de gevangenen. Dat is wat hij tegen die gemeenten zegt die hij heeft opgericht en weer vertrekt. In de Hebreeën zegt hij, doe wat je kunt voor christenen in de gevangenis. En dan zo kunnen we verder doorgaan. Maar het is belangrijk om, als je de theologie bestudeert en je houdt tegen de achtergrond van gevangenisbegeleiding, en daar zit je en iemand vraagt aan jou, bent u gekomen om voor me te bidden? Dan kun je deze teksten gebruiken naast eigen levensverhaal van degene die voor je zit. De vragen. Want ik heb u al gezegd, het ging om 40 mensen. Maar ik wil u de vragen even voorhouden, de enquête vragen. De eerste was al de titel van een scriptie. Is het wenselijk dat de EBGS in het kader van geestelijke verzorging een rol vervult door gevangenispastoraat aan te bieden? En daarvan hebben 34 van de 40 mensen die hebben gezegd ja, maar wel met een verhaal erbij. Hè. Ze hebben ook wat geschreven. Want 6 personen van die 40 hebben in hetzelfde vraag gezegd: ik moet er niet aan denken, want we hebben een tekort aan predikanten, zuster. Waarom zou u dat willen? Want we willen de predikanten niet alleen specialiseren voor gevangenispastoraat, bevrijdingspastoraat, nou, al die titels die ze genoemd hebben. Maar die 6 mensen hebben ook gezegd: het zou beter zijn dat de EBGS samenwerkt met anderen. Dus dat is een toelichting op de uitkomsten. 28 van de 40 mensen reageerden positief op de vraag op de dienstverlening met betrekking tot gevangenispastoraat vanuit de EBGS Pastoraalcentrum. Aan de Henk Aronstraat, want ik had die vraag ook gesteld van waar moet het dan plaatsvinden? Moet het vanuit de kerk? Moet het vanuit de regio? En heel veel mensen gingen in op de rol van het pastoraal centrum. En het is mooi, want 12 van de 40 zeggen, nou zuster, het moet gewoon naar de regio. Het hoeft niet naar het pastoraal centrum, het hoeft niet naar het provinciaal bestuur. Het moet naar de regio. In samenspraak met de pastoraal coördinator. De eindconclusie, want ze hebben ook iets gezegd over waar de gevangenispastoraal aan zou moeten voldoen. Hè. Stevige teksten zijn er gezegd. Over welke competentie moet de gevangenispastoraal beschikken? Dat heb ik ook gevraagd. Maar ik heb daar 10 dingen van teruggekregen waar die pastoraal aan zou moeten. Je moet eigenlijk een professional zijn, manager zijn en je moet ook de geestelijke begeleiding kunnen doen. Dus die 6 vragen hebben juist geholpen om die conclusie, die 88% van de mensen, om daar uiteindelijk mee te vertrekken. Dus de eindconclusie is, van de 100%, als je 40-100 doet, dan hebben heel veel mensen positief gereageerd en ook in de aanvullende gesprekken die ik heb gevoerd, soms moest ik aanvullende gesprekken voeren, werd gezegd dat het een belangrijke bijdrage zou kunnen zijn.